ik zeg dat liever niet. Je denkt soms van, ah, die verdienen zoveel geld. Maar als ik dan ook kijk naar ethisch hacken, en die hackers kunnen ook tot 10.000 euro verdienen voor één securityfout te vinden. Bij cryptocurrency, als bijvoorbeeld iemand een website nadoet en ze zetten er een adres op van, kijk, stuur geld naar hier, het is voor Elon Musk of zo'n soort van scam, dan kun je zien hoeveel geld dat er op zijn adres staat. En als je dan ziet waar we er staan miljoenen dollars op, dan is dat van, ja, damn. Wat zit ik hier te doen? Maar dan denk je, ja, eerst en vooral is heel traceerbaar die hackers. Dus het is een slecht idee om dat zelf te doen. En ten tweede, denk ik dat best om ethisch te blijven. Anders kun je nooit met jezelf leven, denk ik. Dus. Quand on essaie de trouver des vulnérabilités ou même de sécuriser un réseau, on est obligé de se mettre à la place d'un criminel et de se mettre dans sa peau pour essayer de trouver les mêmes choses que lui pourrait trouver. Mais c'est pas pour autant qu'on le fait dans des cas réels. Eigenlijk maken ze het net zo interessant om op het juiste pad te blijven. Bijvoorbeeld bij bug bounty programs dat jij doet. Ja, eigenlijk betalen ze heel veel geld daarvoor, zodat je net die bug bounties niet gaat misbruiken en door gaat verkopen. De laatste keer hadden we denk ik op enkele dagen met 3 man genoeg bij elkaar gehackt om gloednieuwe auto te kopen. Dus wat goed mee te verdienen. Je pense aussi que bien avant l'argent, ce qui nous pousse tous à faire ce qu'on fait, c'est aussi une certaine passion. Ik ben eerder voor te leren, dus ik investeer tijd in mezelf. En aan één keer als ik afstudeer, hoop ik dat ik genoeg geld kan maken. Ik had een examen waar ik een website moest maken. En ik was vrij snel klaar, dus ik was een beetje aan het experimenteren met wat ik kon doen. En uiteindelijk heb ik gezien dat ik toegang kon krijgen tot de server van de school. En ik kon ook aan de andere examens, maar ik heb dat dan uiteindelijk gezegd aan de docent. Door corona moesten we allemaal thuisexamens doen. Nu het probleem was, door mijn research kon je de examen antwoorden uit de software halen en dan direct je examenvragen naar 100% zetten. De gevolgen weten waren door mij. Ik mocht niet meer meedoen aan examens en ik werd geweigerd op de opleiding. Ik krijg superveel vragen van mensen. Hey, kunt je die persoon zijn Instagram hacken? Kunt je... En ding is, dat is mogelijk, maar niet op de manier dat die dat denken. Oui, c'est vrai que comme tu dis, ça arrive tout le temps qu'on nous pose la question, est-ce que tu peux hacker mon compte Facebook, est-ce que tu peux t'introduire dans mon téléphone? Et en fait, souvent, ce que les gens ne se rendent pas compte non plus, c'est que c'est une entreprise à plus large échelle que simplement sortir un PC, ouvrir 40 fenêtres de terminal avec des lignes de code qui défilent, et au final, pouf, le password qui apparaît. Ça, c'est... Het is wel relatief makkelijk om te doen, want de meeste mensen die verzinnen gewoon zelf een wachtwoord en gebruiken op elke website waar ze een account hebben. En als dan een van de websites een datalek heeft en die paswoorden worden gelekt, dan kun je die op elke website opnieuw gebruiken. Wat is dan de hack waarmee dat je een wachtwoord kunt achterhalen? Dat is door die persoon te social engineeren. Dus die persoon op een link laten klikken, dat heet dan phishing. Of die persoon zijn wachtwoord ontfrutselen door die te bellen en te zeggen, hey, ik ben van uw bank en ik heb uw data nodig, want iemand anders probeert op uw bank binnen in te loggen. En wat is uw data, zodat we dat kunnen beveiligen? En oké, zo kun je een wachtwoord krijgen. Dus dat is zo voor sociale media en zo de meest gebruikte manier om te hacken. Begin april was er op Twitter een security threat van de Facebook-gegevens van 500.000 mensen. Zijn gelekt, waaronder voornamelijk de telefoonnummers van iedereen samen met het profiel. En dan ben ik gaan kijken van, is dat lek te vinden? En het was dus echt gewoon gratis op het dark web te vinden. Dus dan ben ik die nacht nog door gaan programmeren van, een tool kan maken waar je kunt opzoeken. Als je mijn telefoonnummer ingeeft, ben ik bij het lek, zodat je dan mensen kunt informeren. Mijn paswoord is bijna 200 karakters lang, dus dat gaat nooit gehackt worden, maar ze blijven dat proberen elke dag. Iedereen valt te hacken. Er is niemand die veilig is. Wij niet, de beste cybersecurity experts niet. Het is gewoon proberen je best te doen om het zoveel mogelijk te voorkomen. Oui, c'est sûr, rien n'est vraiment parfaitement secure et il y aura toujours des problèmes de sécurité partout. Maintenant, le vrai enjeu, c'est de savoir que ces problèmes de sécurité ne vont jamais mener à du contenu trop sensible. Als jij de basistips doet om dan niet het makkelijkste target te zijn, zo voorkomt je wel dat je niet gefisht wordt en de war geleid wordt of dat je account gehackt wordt. Met basic tips zoals niet overal hetzelfde wachtwoord gebruiken, 2-factor authenticatie, updaten. Update alsjeblieft.
le European Cybersecurity Challenge. C'est un concours qu'on peut au final comparer à un concours d'énigmes presque, mais qui donc se situe dans le milieu informatique, dans le milieu de la cybersécurité. Et puis on pense qu'on a quand même de bonnes chances de moins finir dans le classement. Enfin, j'espère. We hebben verschillende specialiteiten in ons team. En ik denk dat we goed verspreid zetten daarmee. We gaan ons best doen en ik denk dat een top 5 zou toch voor mij wel heel mooi zijn. En voilà, on espère faire le maximum et rendre la Belgique fière de notre résultat.